Yo strijders, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik zou zeggen like en abonneer zeker. Ik ga nu even een soort setup laten zien die ik net klaar heb. Dus hopelijk is het iets. We beginnen met mijn PC-kast. Hij is net ongeveer een klein jaartje oud. Zo zie je het wat beter. Hier heb ik mijn bureaublad. En natuurlijk gaan we eens even kijken. Oh, even terug. Even opnieuw. Ja mensen, die is toch wel goed gelukt. Oké, dat was het video. Hier is mijn tablet. Daar kijk ik meestal de streams op. Van mensen die game content maken of andere content. Hier hebben wij toetsenbords. Die kunnen we natuurlijk ook in verschillende kleuren laten. Dus blauw, een beetje geel. Dit lijkt een beetje op lichtblauwachtig / wit. Rood natuurlijk, hebben we ook. Donkerblauw, groen. En paars. Dit is mijn nieuwe muis. Heb ik sinds gisteren gekocht. Nou, heel simpel, 5 euro bij de Action. Deze was ongeveer 20 euro. Monitor, die was rond de 400 euro. En mijn PC-kast, die was rond de 1000. Jullie zien nu in principe één kant, dus ik ga eens even kijken als ik ook nog een tweede gedeelte kan laten zien. Kijk, dit is de andere kant. Zo even ietsjes draaien. En dit is natuurlijk de voorkant. Eens even kijken als we die perfecte beeld kunnen krijgen. Ja, kijk, Firebox. Hele goede PC. Draait lekker snel. Oh ja. De koelkastje, ventilator natuurlijk. Oh. Waar gaan we heen? Even kijken. Als hij nu wil blijven staan. Dat is wel mooi wezen. Op zich blijft hij hier redelijk staan, maar dan gaat hij weer naar beneden. Het is een beetje een raar systeem dit. En zo. Even een klein beetje weer naar beneden. Hier moet ik nog gaan werken. Want er ligt een lading stof een beetje op. Dus in principe is er niet zo'n heel ramp, maar het moet wel even gebeuren. Want ik heb stoffenallergie. Even kijken, daar is mijn PC-kast weer. Toetsenbordje, altijd goed. Nou, daar heb ik wat PlayStation games. En dan gaan we weer door naar mijn computerscherm. Goed, jullie hebben deze video al gezien. Dus dan gaan we weer even terug. Over het algemeen. Ja, kalendertje, altijd handig. Artiestenlogo heb ik ook nog. Ben ik wel een beetje mee in de maak. Zoals deze kan ik ook maken. Even een beetje uitvergroten. Nou, zoiets kan ik ook wel. Maar voornamelijk, ben ik lekker veel YouTube aan het kijken. Ik ga nog kijken als ik hiermee om een PlayStation kan en misschien met mijn toetsenbord.
Dus wie weet dat ik de 1000 abonnees kan halen. En dan kan ik hopelijk ook livestreamen vanaf mijn telefoon. Dan maakt het wel makkelijker, want dan kan ik ook in verlaten gebouwen wezen, bijvoorbeeld. Of ergens in de stad of in de winkel. Voor nu zeg ik in ieder geval bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. En ik zeg zoals gewoonlijk altijd mensen. Later. En dan gaan we hem natuurlijk nog een keertje even draaien.